Welkom bij de 29e aflevering van onze Reset Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken hebben we verschillende Research Ed congressen op het programma en nemen we u steeds samen met een van onze sprekers mee om een doorkijkje te maken na die congressen. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research Ed podcast. Op 24 september vindt het 25-jarig jubileumcongres van de AOB plaats in de woonindustrie in Nieuwegein. Toen de AOB ons als ResearchEd benaderde met de vraag of we hen wilden helpen om het inhoudelijk deel van hun congres te organiseren, hoefden we daar natuurlijk niet lang over na te denken. Met 12 heuse ResearchEd sessies waarbij onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek het beste in elkaar naar boven halen en een prachtige line-up op het hoofdpodium, staat er een ijzersterk inhoudelijk programma. Een van de sessies wordt verzorgd door twee medewerkers van de Universiteit Utrecht die samenwerken als projectleider en projectmedewerker bij het steunpunt Ter Info, opgericht door terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf om docenten te ondersteunen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen in de klas. Hoe werkt Ter Info en wat kunnen leraren hiermee in de dagelijkse praktijk? Daarover vandaag meer met mijn gasten Mila Bammens en Maxine Herings. Mila en Maxine, welkom hier bij ons in de studio. Leuk dat jullie er zijn en op 24 september ook in Nieuwegein op het ResearchEd deel van het AOB-congres. Jullie zijn geen onbekende voor ResearchEd, want op 18 juni stonden jullie ook in Nijkerk bij onze landelijke conferentie. Wat staat jullie het meeste bij van die 18 juni? Ja, de fijne sfeer vond ik eigenlijk. Docenten waren heel open, het was ook best druk bezocht en eigenlijk al wat te weinig tijd, want we hadden nog wel uur, twee, drie uur door kunnen gaan met die interessante gesprekken. Ja, mooi. Ja, en specifiek, we zeiden al, het was een hele tropische dag, eigenlijk net zoals vandaag en we hadden de ramen openstaan en op de achtergrond, op de A28, hoorde je echt getoeter van, toen nog best wel mild boze boeren als je kijkt naar de zomer daarna. En ook een van de docenten was een docent exacte vakken. En die vertelde ook van dat ze zei, ik moet ieder jaar stikstof behandelen. Als gewoon neutraal het element dat het is. En ja, dat is nu ook een heel gepolariseerd onderwerp geworden. En dat soort casussen maakt het natuurlijk heel actueel en relevant. Ja, precies. Wat dat betreft zijn misschien wel de laatste jaren heel wat extra onderwerpen bijgekomen die licht ontvlambaar zijn wat dat betreft. Of zie ik dat verkeerd? Ja, we hopen eigenlijk altijd dat we niet meer nodig zijn, maar helaas blijkt dat toch zo te zijn. We zijn ooit begonnen als programma om vooral terrorisme bespreekbaar te maken en we hebben dat wel uitgebreid door de jaren heen. Dus ook met politiek geweld, oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Ook complottheorieën besteden we aandacht aan. Ja, dus we zijn wel inderdaad de breedte opgegaan van politiek geweld en wat wij noemen disruptieve gebeurtenissen. En dat zijn er inderdaad nogal wat. Ja, precies. Ja. Daarover dadelijk meer. In het tweede deel gaan we dieper in op jullie sessie van 24 september op het AOB-congres. We nemen deze podcast op de opening eigenlijk van het academisch jaar. Ook bij jullie is daar vanmiddag aandacht voor in de DOM in Utrecht. Thema is daar sociale veiligheid. Hoe ervaren jullie dat binnen de academische wereld, die sociale veiligheid? En is het terecht wat jullie betreft dat er aandacht voor wordt gevraagd bij de opening van het academisch jaar? Nou, wat mij betreft wel. Een opening is ook een heel mooi moment om dat aan de kaart te stellen. En ik denk, veiligheid betekent ook vertrouwen en zonder vertrouwen kan je werk niet doen. Dus super belangrijk. Ik weet ook nog, toen ik bij de UU begon met werken, hadden we een active bystander training. Daarin leerde je echt ongewenst gedrag herkennen, benoemen, maar ook bespreekbaar maken. Dat was een hele belangrijke start. Ik had laatst ook een sessie over collegialiteit en dan leer je echt reflecteren van, ben ik een goede collega? Ben ik dat altijd geweest? En hoe kan ik daarin verbeteren? En dat vond ik heel nuttig en heel belangrijk. Ja, ik vond ook wel, ik ben een beetje gekeken van oké, waar draait het dan nu precies om? Ik vond ook best wel dat er wat raakvlakken zaten met waar jullie eigenlijk in je dagelijkse werk mee bezig zijn. Hè? Ja. Bepaalde moeilijke onderwerpen in een klaslokaal goed te berden te brengen en dat bespreekbaar te maken. Er werd namelijk ook gezegd dat het voeren van ongemakkelijke gesprekken binnen de academie, dat ook een van de dingen is waaraan gewerkt mag worden. Zie je ook die raakvlakken
tussen Ter Info en tussen dus datgene wat jullie doen vanuit Ter Info naar dat verlangen naar sociale veiligheid op de universiteit? Ja, ik denk dat het een maatschappijbreed thema is. Wij zijn natuurlijk vooral bezig met het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar juist het primair voortzet- en middelbaar beroepsonderwijs. Maar ja, de discussie speelt denk ik net zo goed op de universiteit. Dus je merkt een algehele kramp. Wat mag je nog wel en niet zeggen? Welke discussies voer je? En ik denk of je nou in het hoger onderwijs of andere vormen van onderwijs zit, overal is het belangrijk om juist discussies te blijven voeren. Ja. En ik denk juist in dat klaslokaal is een van de plekken waar je leert om respectvol in debat te gaan, waar je meerdere perspectieven tegenover elkaar kunt zetten. En volgens mij is dat overal heel belangrijk. Ja, jullie vliegen dat vanuit Ter Info ook heel vaak vanuit de inhoud aan. Hè? Vanuit de inhoud van die gebeurtenissen die er zijn. Of dat nou de oorlog in Oekraïne is, of de moord op Samuel Paty een paar jaar geleden. De stikstofdiscussie waar je het net over had. Maar je hebt ook aandacht voor de pedagogische aanpak daarbij. Zijn er vanuit dat vraagstuk, hè, vanuit een meer helikopterview vraagstuk voor het voeren van zulke ongemakkelijke gesprekken op de academie binnen het thema sociale veiligheid, zijn er dingen die binnen Ter Info, hè, die jullie als handvat geven voor leerkrachten om daar in de klas mee aan de slag te gaan, ook dingen waar je denkt van, goh, die zouden we binnen onze eigen kring van collega's misschien ook eens wat breder moeten bekendmaken om juist dat ongemakkelijke gesprek aan te gaan of om die onderwerpen juist wel te berden te brengen bij studenten waar misschien wel tegen geprotesteerd wordt van, goh, dit hoeven we niet in onze collegezaal. Ja, ik denk vooral uitzoomen. Want er wordt vaak bij crisis, er wordt crisis geroepen, er wordt ingezoomd van wat gebeurt er nu. Maar kijk ook eens wat er eerder is gebeurd, wat er in andere landen gebeurt. En ga dan eens duiden wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Wat kunnen we daarvan leren? Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Haalt de angel uit het gesprek, maar zorgt er ook voor dat je het gewoon beter begrijpt. Ja. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, wat wij zien dat bij onze methode werkt. Maar ja, wat veel breder ook ingezet kan worden. Ja, en aandacht voor meerdere perspectieven. Hè? Dus nadrukkelijk ook zeggen van, je zet meerdere perspectieven naast en tegenover elkaar. En je zet die op gelijke waarde en je gaat kijken wat hoe je die in discussie kunt laten gaan. Ja, en dan heb je het wat minder over, kom je misschien wat minder in de loopgraaf van eens en oneens tegenover elkaar. En dat je een wat meer beschouwend karakter krijgt van het onderwerp wat je samen aangaat. Ja. Dat is toevallig ook wel een van de dingen die onze vorige gast, Marcel Smeijer, als vraag voor jullie aanhaalde voor als doorgeefvraag. Die haalde jullie rector magnificus van vorig jaar aan tijdens de opening van het academisch jaar. En hij had toen ook wel de zorg geuit, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, dat de cancelcultuur ook binnen universiteiten, en of je het dan vanuit de woke-cultuur insteekt of vanuit de rechtsextremistische hoek of welke hoek dan ook, dat ook wel met zich meeneemt dat ook binnen de academie bepaalde gesprekken of wat jij net zegt, bepaalde perspectieven eigenlijk liever buiten de deur worden gehouden af en toe vanwege de wil van studenten of de roep van studenten en misschien ook wel de docenten of de professoren die het moeilijke gesprek misschien wel liever uit de weg gaan dan het dan aangaan. Is dat iets wat jullie herkennen? Is dat een terechte zorg die hij vorig jaar geuit heeft? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat het gesprek uit de weg gaan is volgens mij nooit de oplossing. Ik denk dat het juist dat je in gesprek moet blijven gaan. Ook waarom je een bepaald perspectief misschien niet of minder aandacht wil geven. En dat ook in de huidige context plaatst. Ik denk dat dat heel belangrijke dingen zijn om te blijven doen. En dat zeggen wij ook altijd in het klaslokaal. En dat geldt denk ik net zo goed voor de universiteit. Van blijf met elkaar praten, voer die gesprekken. Maar doe dat wel op een respectvolle manier met regels en goed overleg. Ja. Ja. Heb ik zelf als leerkracht het altijd heel fijn gevonden op het moment dat je moeilijke gesprekken over wat dan ook aan zou gaan binnen je klas. Dat je hier ook een beetje je rug gedekt voelt door de organisatie waarvoor je werkt. En nou heb ik altijd op een primaire onderwijsschool gewerkt, een basisschool. En dat is dan vaak een hele kleine organisatie. Dus dan, als je je directeur en je collega's mee had, dan was het eigenlijk al oké. Ik kan me voorstellen dat ook binnen de universiteit gewoon van belang is. Dat op het moment dat je iemand naar binnen wil halen vanuit een ander perspectief, die misschien op sommige plekken niet graag gezien is.
dat het heel fijn is als je dat ook vanuit een gedragen kant kan doen vanuit de universiteit. Hoe gaat de universiteit als werkgever daarmee om? Om een veilige sfeer te creëren dat binnen de academie eigenlijk alles zou moeten kunnen worden gezegd. Of in ieder geval zou moeten kunnen worden besproken. Nou ja, als ik het even betrek op wat wij doen bij Ter Info. Wij maken ook lesbrieven als er echt iets groots is gebeurd. De moord op Samuel Paty, de avondklokrellen, de aanslag in Utrecht. Maar nou ja, dus ook de oorlog in Oekraïne. Dan hebben wij een aantal mensen die even doorlezen. We maken het ook met een aantal experts, die lesbrief. En dan weten we, oké, zij hebben naar gekeken. Zij hebben kritisch, met kritische blik daarnaar gekeken. En als er dan iets gebeurt, ook dus met persdienst, persvoorlichters en dat soort zaken. Zij staan hierachter. En wij staan achter de inhoud. En als er dan wat gebeurt, dan hebben we in ieder geval die steun. En en dat is heel prettig. Ja. Kun je daar een concreet voorbeeld van noemen van een van die lesbrieven waar jullie misschien achteraf helemaal niks uit is gekomen qua hectiek of roerigheid, maar waar je zelf wel de interne discussie hebt gehad van wat roepen we hier op ons af? Nou, ik denk bij iedere lesbrief die we maken, hè, dus kijk, ons lesmateriaal dat we maken dat je altijd kunt inzetten. Daar hebben we heel veel tijd voor. Maar zo'n lesbrief maak je echt altijd onder hoogspanning. Dus de oorlog in Oekraïne brak op donderdagochtend uit. En op zondag hadden we die lesbrief klaar. Ja, en het feit dat dat is natuurlijk heel spannend. Het is actueel, er gebeurt van alles. En dat kan allerlei reacties oproepen op dat moment. Dat weet je nog niet zo goed. Dus dan heb je echt wel discussies van op wat voor manier steken we dit in? Welke vragen behandelen we? Welke woorden gebruik je? Welke handvatten, welke vragen leven bij leerlingen? Dus waar gaan we op in op dit moment? Daar begint het eigenlijk mee met zo'n discussie. En daar heb je het ook over, wat voor weerstand kan dit oproepen? Mm-hmm. Dus daar ben je zeker van bewust. En wat Mila zegt, hè, dus daar kijken mensen ook mee vanuit juridisch oogpunt, in dit geval natuurlijk historicus, pedagogiek, maar ook vanuit communicatie. Ja, en nog wel misschien een voorbeeld, bijvoorbeeld bij Samuel Paty. Mm-hmm. Het kan heel wrang voelen om in zo'n lesbrief, als er net iemand is vermoord, uit te leggen van, wat is vrijheid van meningsuiting? Hoe ver gaat dat? Wat is godslastering? Is hier je spraak? Nou, al dat soort vragen. Dat voelt heel wrang om het daarover te hebben, als er net zoiets is gebeurd. Ja. En dat kan veel weerstand oproepen. Dus daar hebben we het dan ook over. Ja, maar dat is juist superbelangrijk bij die twee aspecten wat jullie net zelf benoemden. Van zowel dat uitzoomen bij iedere crisis, als dat benoemen van die verschillende perspectieven. Ja. Hey, nu hebben we vandaag op iedere universiteit, de start van het academisch jaar, ook een alternatieve opening van het academisch jaar. De AOB doet dat dit jaar in Den Haag. En zij hebben dit jaar het thema gekozen onder de titel De Stiefkinderen van de Universiteit. Waarbij de AOB aandacht vraagt voor met name buitenlandse collega's in het wetenschappelijk onderwijs. Ja, en ook vaak de matige werkomstandigheden waarmee zij te maken hebben. Is dat iets wat jullie ook vanuit jullie eigen omgeving herkennen? Dat weet ik niet zozeer, maar wat ik wel, ik moet wel gelijk denken aan mijn eigen studie. Ja. Ik had een hele internationale bachelor, ik heb University College gedaan. En ik heb daar wel echt de meerwaarde ervaren van hoe het is om zowel met heel veel internationale studenten, maar ook juist van docenten les te krijgen van verschillende achtergronden, landen, werelddelen. En dat verrijkt echt je discussies. Het geeft ook weer nieuwe perspectieven op de stof en de materie. Het verbreedt de discussie. Dus ik denk dat dat absoluut belangrijk is vanuit mijn eigen ervaring. Ja, en als je dat als academie ook belangrijk vindt, dan brengt dat ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Mm-hmm. En ik denk, er is heel veel discussie op het moment over tijdelijke contracten van docenten überhaupt. Yeah. Ja, en als daar je visum van afhankelijk is, dan is dat natuurlijk nog extra precair. Dus ik kan me dat goed voorstellen dat daar aandacht voor wordt gevraagd. Ja, ja, bij jou in je omgeving? Verhalen? Nou ja, als ik ook kijk vanuit mijn studie, ik heb culturele antropologie gestudeerd. Mm-hmm. En ik zie wel dat er verschil zit tussen diversiteit en inclusie, maar ook hoe het gepresenteerd wordt en hoe het beleefd wordt en in de praktijk wordt uitgevoerd. En dat er veel wetenschappelijke collega's zijn die uit andere landen dan Nederland komen. Dat hoeft niet te zeggen, dat zegt niet per se dat inclusie ook doorgevoerd wordt. Want dat start eigenlijk pas als mensen hetzelfde gewaardeerd worden. Als mensen hetzelfde verwelkomd worden. En ik denk dat kleine dingen daarmee ook het verschil maken. Ik bedoel, als wij een vergadering hebben, is de voertaal
Engels of is de voertaal Nederlands, behalve als er een collega bij zit die geen Nederlands spreekt? Mm-hmm. En wordt dat aan het begin bepaald? Ik denk dat dat al een klein ding is waar je al, nou ja, zelf het idee hebt van, okay, hoor ik er nu bij? Of nou ja, pik ik dingen op, nuances, dat zijn ook dingen die dan meespelen. Dus terecht dat de AOB daar aan het begin van het academisch jaar ook een punt van maakt. Ja, denk ik wel. Nou, we gaan dadelijk even luisteren naar Jan Tishuizen Stip. Die kijkt met zijn ogen naar het programma van 24 september, het AOB Jubileumcongres. En dan komen we in het tweede deel samen met jullie terug en gaan we iets meer in op wat mensen kunnen verwachten met jullie sessie over Ter Info. Hallo en welkom bij Tishuizen's Tip. Maxine en Mila hebben het met Jan over sociale veiligheid en het voeren van moeilijke gesprekken. Gesprekken worden moeilijker als er sprake is van ongelijkheid en ongelijke machtsverhoudingen. Gelijkheid is op het komende AOB Jubileumcongres een thema dat we vanuit verschillende perspectieven bespreken. Ton van Haperen kijkt bijvoorbeeld naar de machtsverhoudingen tussen onderwijsbestuurders en leraren. In zijn sessie Sterke besturen, zwakke leraren. Ton analyseert de zwakke positie van een leraar en stelt de vraag hoe we die kunnen verbeteren. En Maaike Douglas en Paul Baan bespreken in hun sessie de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de leraar om tot een aantrekkelijke werkomgeving te komen. Paul vertelt waarom de ene school er wel in slaagt om leraren vast te houden en de andere niet. Terwijl Maaike bespreekt wat je als leraar zelf kunt doen om op school gehoord te worden. Ik zie jullie graag op 24 september aanstaande in Nieuwegein. Tot dan. 24 september, jullie sessie over Ter Info. Allereerst, waar komt het steunpunt eigenlijk vandaan? Hoe is het ooit bedacht en waarom is het er? Ja, het is echt bedacht of echt als antwoord van de vragen van docenten. Met name naar Charlie Hebdo en de reeks andere aanslagen in West-Europa. Werd hoogleraar Beatrice de Graaf, terrorisme-deskundige. Mm-hmm. Werd ook heel vaak gevraagd van kun je hier iets over komen vertellen voor leerlingen op scholen. Ja, en dat doet ze natuurlijk heel graag, maar dat is niet een heel duurzame oplossing. Dus toen is bedacht van nou, dit project moet er eigenlijk komen om scholen in het hele land te bedienen. Te voorzien van informatie, historische achtergrond en duiding en een stukje pedagogische handvatten. Ja, en nou heb ik jullie denk ik een jaar geleden gevraagd voor het AOB-congres, want dat zou in eerste instantie op 27 november zijn. Nou, door corona, over disruptieve gebeurtenissen gesproken en alles wat daarbij kwam kijken, hebben we het moeten uitstellen naar 24 september. Nu heb ik in de voorbereiding ook weer op deze podcast weer heel even jullie website erbij genomen en die lesbrieven. Als je kijkt wat er sinds die tijd alweer gewoon allemaal bij is gekomen, en je noemde het eigenlijk al in de eerste deel ook al, ja, het liefst zouden we niet bestaan. Maar als je ziet van wat er allemaal bij is gekomen, avondklokrellen, complottheorieën, die hebben ook een bepaalde wind in de rug gekregen. We hebben natuurlijk de Oekraïne-oorlog, de stikstofdiscussie, en dat is echt maar een greep. Ja. Staan jullie zelf soms te kijken van hoeveel onderwerpen er deze week of deze maand weer bij zijn gekomen? Ja en nee. Ja, dus je blijft er wel alert op. En het is ook vooral de discussie steeds van wat ga je ermee doen? Hè? Dus van maken we er een artikel over? Besteden we daar aandacht aan? Wordt het iets groters? Moeten we daar een lesbrief over maken? We hebben ook een docentenpanel die we dus ook op dat soort momenten kunnen raadplegen. Van nou, is dit een onderwerp dat leeft in je klas? Heb je jezelf behoefte aan ondersteuning? Dus op die manier proberen we ook te peilen wat wij daar als Ter Info mee willen en moeten doen. Mm-hmm. Ik hoop dat het niet nodig is, maar dat is het dus wel. En iedere week toch bij het nieuws denk je wel van, nou, wat is relevant voor ons project? Ja, mm-hmm. En die noodzaak en vraag, die zie je ook terug in hoe het project ook doorgang vindt in Nederland, in België nu soms ook. En die eerste lesbrief en ons eerste lesmateriaal, hoeveel views dat had of hoe vaak dat was. En dit dan, dat is echt explodeerd. Kun je dat concreet maken? Hoeveel mensen maken er zo gebruik? Ik geloof dat de laatste lesbrief die ik zag met Salman Rushdie te maken, geloof ik. Ja, dat was een artikel dat we hadden gemaakt. Een artikel. Ja. Hoeveel mensen maken er gebruik van Ter Info? Nou, als je kijkt naar het project zelf. We begonnen met een pilot in 2018 met 5 scholen in Utrecht.
Nou, ik heb de laatste cijfers niet meer bekeken, maar we zitten al tegen de 300. Ja, zitten we nu aan. En dat zijn scholen, binnen sommige scholen zitten er ook meerdere docenten natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat is wel heel erg gegroeid. En ik denk, nou ja, ik ben er niet op vast, maar ik denk dat de laatste lesbrief toch wel verviervoudigd is qua de views. Oekraïne, Nou, hoe stellen jullie ook in de informatie rondom jullie sessie zelf al een aantal vragen die jullie waarschijnlijk in die sessie wel gaan behandelen? Het belang van het bespreken van zulke onderwerpen in je klas. Maar ook de vraag, en die vond ik wel interessant, van wanneer is het beter om dat niet te doen? Ja. Wanneer is het beter om dat niet te doen? Nou, dat is afhankelijk van verschillende factoren. Maar ik denk dat er twee wel heel erg belangrijk is. En die eerste is, je staat sterker als je je als docent ook hebt ingelezen. Dus eerst inhoudelijk verdiepen voordat je het, dat moeilijke gesprek... Ja, want als je ergens op wordt aangesproken of iets terug moet... zeggen en je weet het eigenlijk niet goed, dan is dat heel lastig. Maar het is niet alleen daarvan afhankelijk. Eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je een goede band hebt met je klas. Ja. En dat is niet op dat moment, dat speelt natuurlijk langer, dat bouw je op. Maar als je dat niet hebt, dan kan je ook lastig goede open gesprekken met elkaar hebben. Met goede gespreksregels. En ik denk dat het ook belangrijk is om erover na te denken, wat is mijn eigen mening hierover en ga ik die delen, ja of nee? Mm. Want je kan heel goed gespreksleider zijn, waarbij je gespreksregels opstelt en waarbij je de klas, nou ja, met elkaar in gesprek laat gaan. Maar, en daar hadden we toevallig bij ResearchChat ook over, het kan ook heel erg helpen, dat kwam dan uit de klas of uit de groep een paar docenten, om zelf te beginnen met hoe jij dit hebt beleefd. Dan stel je je als docent kwetsbaar op. Hmm. En nou ja, dat is aan jezelf of je dat durft of niet. Maar daar kunnen ook mooie gesprekken uitkomen. Ja, maar dan is het meer hoe je dit als docent hebt beleefd. Dat is soort van persoonlijk verhaal dan wat je ervan vindt. Ja. Of ja, dat je het er heel erg mee eens of oneens bent. Ja, want anders kan je heel erg de discussie eigenlijk al vastzetten. Doodslaan. Ja, doodslaan. Ja, en wat ik ook denk, als er zo'n discussie overvalt in een klas. En je bent inderdaad, wat Mila zegt, nog niet voorbereid. Of je denkt van ja, ik kan hier op het moment, heb ik hier geen tijd of ruimte voor. Dan is het natuurlijk ook belangrijk om niet te zeggen, nou, we gaan door met de les en bekijken het. Maar dat je ook tegen leerlingen zegt van we komen hierop terug, ja. Desnoods wanneer of op welke week, manier precies. Ja. Zorg dan ook dat je bent voorbereid. Je hebt het er misschien ook met collega's over, van heeft iemand anders deze discussie al gehad, zodat je ook weet wat er leeft in die klas. En misschien kan ook de conclusie zijn van ja, dit is al bij 3 vakken aan bod gekomen. Misschien hoeft het niet bij ieder vak. Dus je hoeft het natuurlijk, is het belangrijk dat je aandacht besteedt aan actualiteit en aan sentimenten die er leven. Maar ja, om dat in iedere klas te gaan doen, dat hoeft misschien ook niet. Dus het is ook heel belangrijk om daar met je collega's contact over te hebben. Dan is het in ieder geval ook goed om te weten dat op het moment dat je als leerkracht zo'n onderwerp voor je kiezen krijgt, waarvan je denkt van nou, nu even niet, maar volgende week wil ik daar ruimte voor maken, dat ze bij jullie terecht kunnen op het steunpunt van Ter Info. En dan kun je door een enorme database met onderwerpen en lesbrieven kijken van goh, wat is er al beschikbaar. Ja, dus we hebben inderdaad een kennisbank. Al ons materiaal staat achter een inlog, maar dat is gratis voor docenten. We hebben een kennisbank met artikelen, met antwoord op veelgestelde vragen en gewoon duiding bij wat er gebeurd is. We hebben lesmateriaal, dus we hebben het al over die lesbrieven gehad. Die zijn echt voor de hete momenten als er iets aan de hand is. Maar ons lesmateriaal kun je eigenlijk het hele jaar door inzetten. En dat gaat bijvoorbeeld over de geschiedenis van terrorisme. Het gaat over radicalisering. Het gaat meer over mediawijsheid. Een beetje de meta-onderwerpen die erboven hangen. Ja, of een beetje de kapstok waar je actualiteit aan op kunt hangen. Of juist dat je het daar op een rustig moment over hebt, zodat leerlingen al die kennis hebben, de woorden hebben, dat als er wel iets gebeurt, dat je kunt zeggen, hey, weten jullie nog, we hebben het gehad over de geschiedenis van terrorisme, hoe zit dat nou? Ja. Hoe past deze aanslag bijvoorbeeld daarin? Of in welke golf van terrorisme past die? Ja. En jullie hebben het over 300 scholen die er gebruik van maken. Stel, ik ben een leerkracht en ik luister deze podcast en hoor niet bij die 300 scholen, maar wil er wel graag gebruik van maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, terinfo.nl en dan een gratis account aanvragen. En dan ja. Kun je overal bij. Ja, ja, we hebben gewoon ons lesmateriaal is gratis. Dus, ja. Nog een vraag. Merken jullie een verschil ten aanzien van afname vanuit primair onderwijs of voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs of misschien zelfs ook wel in het hoger onderwijs docenten die er gebruik van maken? Is daar iets van te zeggen? Zijn het vooral de VO-leraren bij wijze van spreken die hier gebruik van maken? Of is het ook
meer een HAVO-VWO-niveau bij wijze van spreken dan dat je er in het praktijkonderwijs mee uit de voeten kan? Is er iets over te zeggen? Nou, in principe is de verdeling van onze gebruikers is redelijk gelijk. Heb ik een keer uitgezocht en dat was redelijk PO-VO was gelijk verdeeld en iets minder MBO. En ook in ons aanbod maken we ook voor verschillende niveaus maken wij lesplannen. In de praktijk denk ik dat vooral het VO er gebruik van wordt gemaakt. En in de bovenbouw van het primair onderwijs en het MBO ook. Ja. Ja, want we hebben ook wel wat materiaal. En er komt ook wat meer materiaal nog voor PO-onderbouw. Ja. Maar dat zit meer op, oké, wat is een mening? Wat is een feit? Of multiperspectiviteit? Maar echt over terrorisme hebben, dat of dat andere, is dat is groep 7. Ja. 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 Nee, dat snap ik. Een beetje datgene wat eraan vooraf gaat, voordat je je daar ook een mening over gaat vormen, over het algemeen. Hey, en de mensen die op 24 september naar jullie workshop komen in Nieuwegein, hoe hoop je dat die de deur uitlopen aan het eind van jullie sessie? Wat wens je ze dan toe? Ik hoop geïnspireerd, want wij raken ook altijd geïnspireerd na dat soort lezingen. Dat hebben we nu een aantal keer gedaan en eigenlijk vind ik het heel fijn om ook die input terug te krijgen. Wat speelt er nou bij jullie? Mm-hmm. Soms hele andere dingen dan waar wij aan gedacht hebben daarvoor. En daar kunnen wij heel veel mee. Ja, en we gaan een deel eigenlijk uitleggen wie zijn wij, wat doen we natuurlijk. Hoe werkt het onderzoek in ons project? En daarna gaan we gewoon heel praktisch aan de slag. En gaan we ook vanuit wat docenten zelf aandragen met ze in gesprek. Ja. Ja, kun je nog een onderwerp herinneren dat vanuit het veld is aangedragen bij jullie, waarvan je dacht van, ik wist helemaal niet dat dit een issue was, waar je toen mee aan de slag bent geweest met een artikel of een lesbrief of wat dan ook. In plaats van dat je zelf dacht en naar het nieuws keek van de oorlog in Oekraïne, wisten we allemaal denk ik vrij snel dat het een disruptieve gebeurtenis was. Kun je zo'n onderwerp noemen waarvan je zelf dacht van, dit had ik niet helemaal verwacht dat we hier dat hier vraag naar zou zijn? Nou, ik had nog wel iets, maar daar hebben we nog niks bij gemaakt. Omdat, later hoorde ik daar weer wat minder over. Maar ik had een keer een meeting met LIO-docenten, dus leraren in opleiding. En die waren van verschillende vakken. En het was er eentje van economie. En die had het over Bitcoin. Ja. En dat zo'n lastig onderwerp was om te bespreken in de klas. En daar hebben we later niet echt meer wat op teruggehoord, maar als meerdere docenten daarover, dan hadden we daar ook wat over gemaakt. Ik bedoel, Je noemt het en dan denk ik meteen aan die en die influencers die op dat gebied met dat soort cryptovaluta duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden jonge jongens over het algemeen proberen te bereiken om ook binnen twee kliks rijk te worden, bij wijze van spreken. Ik kan me voorstellen dat dat ook een onderwerp is. Ja, we zitten wel op het polariserende. Dus dat is ook altijd waar we even naar kijken. Want we kunnen natuurlijk hartstikke veel helpen. Ja. En onze tips werken ook bij andere onderwerpen. Maar wij zitten nog wel op dat polariserende. Ja. Dus echt dat er hele scherpe meningen over zijn die tegenover elkaar staan en waar het kan escaleren. Ja, precies. Ook dat verlengde van terrorisme, wat ik zei, politiek geweld. Dus het moet daar wel in dat straatje passen, ook gezien onze eigen expertise. Ik zat nog wel te denken dat soms weet je ook niet zo goed wat voor vragen, als zo'n conflict zich verder gaat, zoals de oorlog in Oekraïne, dan kunnen er ook nieuwe vragen bij komen. Dus bijvoorbeeld toen wij die lesbrief uitbrachten, de eerste reactie of de eerste vragen die er heersten bij leerlingen van jong tot oud was vooral angst. Hè. Komt er hier ook een oorlog? Wat heeft het voor consequenties voor Nederland? En later kwamen daar weer meerdere vragen en discussies bij. Dus merkte je ook dat er in de klas leerlingen aandacht vroegen van, waarom krijgen deze vluchtelingen, worden die met open armen ontvangen? En is dat bij andere conflicten anders geweest? En dat is heel oneerlijk. Nou, dat waren discussies die later op gang kwamen, maar wel heel logisch, denk ik. En ook veel meer aandacht voor mediawijsheid. Dus wat zie je op TikTok? Hoe moeten we dat duiden als leraar? Dan moet je het echt gaan hebben over feit en mening, nepnieuws. Ja, informatie, desinformatie. We hebben ook een aanvullende nieuwsbrief een paar weken later gemaakt om het daar weer wat meer handvatten voor te geven. Ja. Dus het kan wel weer zijn dat er vragen bij komen. Ja, zoals ik het zo beluister, is er nog genoeg te doen voor jullie. En wordt het eerder meer dan minder wat dat betreft. Al wens ik ook, net zoals jullie, dat je over een paar jaar niet meer hoeft te bestaan. Maar we zullen zien hoe dat gaat lopen. Volgende week is Jelmer Evers bij ons te gast in de podcast. Hij is dagelijks bestuurder bij de AOB. Hij zal ook spreken op 24 september in Nieuwegein. Maar hij spreekt ook bij ons op 5 oktober bij een regionale editie
in Laren. Daarover later een keer meer. Hebben jullie een doorgeefvraag die ik mee kan nemen volgende week naar Jelmer? Ja, ik was heel benieuwd. Ik las dat hij zich bezighoudt met de organisatie van leraren in Nederland. En ik vroeg me af wat dan de verschillen zijn naar hoe leraren in Nederland georganiseerd zijn als je kijkt naar de landen om ons heen. Een mooie vraag. En ik weet zeker dat als ik daar bij Jelmer daarmee begin, dat hij een half uurtje vol kan maken. Dus dank je wel voor die vraag. Dat scheelt. En jij ook nog een vraag voor ja, ik dacht jubileum, 25 jaar AOB. Waar is hij het meest trots op? Oké, ook een hele mooie vraag. Ik denk dat dat ook wel op die 24 september in Nieuwegein naar voren zal komen, waar de AOB trots op is. Nou, wij zijn in ieder geval als ResearchJet heel trots dat we samen met de AOB het inhoudelijk deel hebben mogen vormgeven van hun congres en dat jullie daar als sprekers op het programma staan. Voor meer informatie over het AOB jubileumcongres verwijs ik naar de website van de AOB. Daar staat het programma op met heel veel informatie rondom de research ad sessies, maar ook om het hoofdpodium. En met mensen als jullie, maar ook als Merel van Vroonhoven en Abishal Goem, Tim Surma, Ton van Haperen, Thijs Rovers en Jelmer Evers, ja, is er genoeg te halen die dag. En ik geloof zelfs dat er nog steeds ook kaarten beschikbaar zijn en dat je ook niet per se een AOB lid hoeft te zijn om bij het AOB feestje aan te mogen schuiven. Dus dat is helemaal mooi. Volgende week een aflevering samen met Jelmer Evers. Dank voor het luisteren en voor jullie tot 24 september. Ja, bedankt. Tot dan.